Wat is er nou redelijker dan dat? Ja, ik kom zo nog even op Dublin, maar ik wil toch nog een keer terug naar die grens, omdat het echt een breuk zou zijn met het verleden. We hadden hier vorige week bijvoorbeeld Afshin Elian, hoogleraar internationaal recht. Die zegt dat op het moment dat jij één voet in de EU zet, op EU-grondgebied, dan moet je daar asiel kunnen aanvragen. Ja. Dan mag je niet worden teruggestuurd. Dus hoe zie ik voor me? Grensbewakers, wellicht bewapend, drones, camera's, geen hek. En dan, want ze blijven toch komen, al die asielzoekers en migranten die een beter leven willen. En dus wel een hek. En dus niet alleen maar, en dat verbaast me eerlijk gezegd, in het binnenland, maar ook in het buitenland, waarom dat nou zo'n totempaal zou moeten zijn. Nou, waarom is dat, denkt u? Ja, omdat er is de heerst van het idee van, ja, er mogen geen grenzen meer zijn in Europa. Nou, volgens mij is nou juist onderdeel van de afspraak geweest, we schaffen de binnengrenzen af en dan hebben we gezamenlijk de verplichting om die buitengrenzen te beschermen. Mm-hmm. Dat is overigens wat landen. En wat staten altijd gedaan hebben. En dat is onderdeel geweest van die afspraak die we eerder met elkaar gemaakt hebben. Ja. We doen alleen het tweede niet. En het eerste, daar hebben we allerlei voordelen van. Maar we hebben ook een migratieprobleem... wat ons het afgelopen jaar is overkomen... op een manier die zijn weerga bijna niet kent. Maar in Europa heeft ook premier Rutte zich niet achter een hek geschaard... omdat hij weet dat hij dat hier binnen de coalitie niet verkocht krijgt. Uw coalitiepartner D66 is falikant tegen. Ja, en ik vind het zelf ongelukkig dat je... Ik denk dat je überhaupt niet de luxe hebt om met zo'n probleem... Als je ziet wat er het afgelopen jaar in Nederland aan de hand is geweest. Je hebt niet de luxe om van een deel van de oplossingen te zeggen... joh, die bevallen me eigenlijk niet, die plaats ik buiten haken. Ik denk dat je er zonder taboe naar zou moeten kijken. Nu hebben we in Europa afgesproken... Oké, landen mogen dat dan zelf bepalen... of ze dan overgaan tot surveillance of tot een hek of tot een andere maatregel. Het belangrijkste is... dat we er met deze top, waar we dus stappen hebben gezet, nog lang niet zijn. Niet alleen ten aanzien van die buitengrenzen, maar ook ten aanzien van die andere onderwerpen. En dus de komende maanden daar met vliegende vaart veel meer energie in zullen moeten steken. En als het probleem komt terug. En als het dan onverhoopt niet lukt. Hè? U zei, als we de grenzen in uw speech laatst, als we de grenzen binnen Europa open willen houden, moeten ze om heel Europa dicht. Ja. Precies wat u net zei. Ja. Maar als je dan omdraait, betekent dat als het dus niet lukt om de grenzen buiten Europa, om die dicht te gooien, dat dan de grenzen maar... binnen Europa weer dicht moeten? Dat Schengen bijvoorbeeld opgeschort moet worden? Ik vind in ieder geval dat die afspraken... die zijn allemaal onderdeel van een pakket. Het is niet een soort supermarkt waarvan je kan zeggen... ja, maar dit bevalt me wel en dat bevalt me eigenlijk niet. En dat is natuurlijk een ingewikkeld gesprek... wat we hebben met een aantal andere landen. Waarbij ik overigens heel goed begrijp dat de landen in het zuiden zeggen... ja, dit overkomt ons op een andere manier die voor ons wel heel ingewikkeld is. En daar zullen we dus betere afspraken over moeten maken. Want zo kan het niet nog een keer. En dit heeft echt het vermogen om te zorgen voor nieuwe breuklijnen in Europa. Maar zegt u dan dat als het niet snel genoeg gaat aan de buitengrenzen... wil ik inderdaad om die breuklijnen te verkopen... zorgen dat dan maar Frankrijk, België, Duitsland... dat we onderling afspraken maken om die grenzen weer te gaan bewaken? Daar zijn we nog lang niet. Ik zou dat doodzonde vinden vanwege de toegevoegde waarde... die Schengen juist ook voor Nederland heeft. Maar op deze manier kan het niet nog een keer. Ja, de premier van Oostenrijk zie ik hier staan. Nee, Hammer, ik had het opgeschreven. Die zegt, als dit vandaag van deze top niet was gebeurd... dan was Schengen eraan gegaan. Dus blijkbaar is het heel nijpend op dit moment. En dat hangt natuurlijk wel levensgroot boven de markt. Onderdeel van Schengen is dus die bescherming van die buitengrenzen. En ik geloof dat in 2019 ook wel eens gezegd... als je dit niet weet op te lossen... dan ga je onherroepelijk die discussie krijgen over Europa... maar ook over Schengen. Die krijg je dan terug op de agenda. Ik zou dat niet willen. Ik denk dat Europa baat heeft bij het openhouden van die grenzen. Onderling. Maar dan moet je die buitengrenzen kunnen beschermen. Zo simpel is het. Ja, u noemde al een paar keer dubbel.